Breda Nu. Je weet het meteen. Ik leef tussen het leven en het schemergebied. Tussen leven en dood. Ik weet niet echt meer wat leven is. Wij lopen straks op dezelfde wegen als onze voorouders deden. Generaties lang overleefden daar de pest. Stadsbranden, ziektes, verschrikkingen en alles wat Breda is overkomen. Want hierachter ligt het Spanjaardsgat. Wellicht bekend. Het verhaal over de list met het turfschip. Waarbij een groep soldaten hier de waterpoort binnenkwamen. Maar wat hieronder ligt is eigenlijk veel interessanter. Hieronder ligt namelijk de machtige vesting van de ooit zo belangrijke Tolbrugpoort. Maar er is sinds die avond wel veel veranderd hier in de straat. Ja, er kwamen ineens klachten van de buren. Over schreeuwende jongeren en overlast en kapotgegooid glaswerk op straat. In werkelijkheid waren het de gevangenisbewakers. Die waren op zoek naar vrouwelijk schoon om ze 's nachts bezig te houden tijdens de donkere en koude uren. En hoewel Breda een nuchtere stad is, wist hij iedereen mee te krijgen. Dus de volgende ochtend, rond de klok van 7, wordt Geertruid ruw gewekt door geschreeuw of zeg maar gejoel. Een klokkenspel, lachende kinderen in de verte. En als ze op de gang zijn, zien ze een deur openstaan. Enkele jaren later was de stad uitgebreid tot grote vestingstad. En ineens lag dit klooster aan de binnenzijde van de stadswallen. Anderen zeggen dat de duivel hem zelf is komen halen. Maar wat er ook gebeurd is, hij is nooit echt verdwenen van de grote markt. Nee. De lantaarns vallen uit. Maar dan wordt het heter en heter en heter. En ze voelen hun lichamen branden. Het wordt erger en erger. Help me. Good luck. Ha 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 ha.